We gaan naar het Scheepvaart en Transportcollege. En daar doen ze duurzame opleidingen. En als klimaatburgemeester was ik geïnteresseerd van welke opleidingen doen ze daar nu precies. Wat we zien is dat energietransitie ook een grote rol gaat spelen in de procesindustrie, zo niet al speelt. En wij willen onze leerlingen daar goed op voorbereiden. Wat we zien is dat we naar een groene waterstof in de industrie een rol gaat spelen. Allerlei vraagstukken met betrekking tot elektrificering, het terugwinnen van warmte uit afvalstromen. Met warmtepomptechnologie bijvoorbeeld. Dus daar bereiden wij onze leerlingen op voor. Dat doen we vaak ook in het basiscurriculum, maar ook via de keuzedelen. We hebben een aantal keuzedelen die gerelateerd zijn aan renewables. We hebben een keuzedeel windturbineonderhoud, we hebben een keuzedeel renewable energy en we hebben een keuzedeel waterstoftechnologie. En daar kunnen ze voor kiezen, maar we zijn nu ook bezig met het opstarten van een nieuwe opleiding die geheel in het teken staat van de energietransitie, klimaatadoptie en circulariteit. En dat heet de Next Energy Professional, maar daar willen we nog een andere naam voor. Als Scheepvaart en Transportcollege Leading in Learning, dus dan moet je ook wel zorgen dat je leading bent. Dus dan moet je ook wel op inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Nou, dit is een voorbeeld van opwekking van groene energie met behulp van een fotovoltaïsch zonnepaneeltje. En die maakt eigenlijk van de zonneschijn maakt die elektriciteit. En op die manier, als er geen wind staat of geen zon is, heb je dus een voorraad waterstof die je kunt gebruiken. Nou, hier in het Rotterdamse havengebied wil men dit op hele grote schaal doen. Waar dit misschien 1 watt is, gaat men op de Maasvlakte nu een centrale neerzetten van 2 miljoen watt. Nou, daar heb je procesoperators en onderhoudstechnici voor nodig. En die moeten dan wel van de hoed en de rand weten over wat is waterstof, wat kun je ermee. Op die manier doe ik dus en die start ik mee aan duurzaamheid, denk ik.